De vrijwilliger hoeft eigenlijk niets te doen behalve er te zijn. En als de verveling toeslaat, ligt er licht administratief werk te wachten. Zellenbergen is een groot complex. Daarin loopt één verzorgende. Er zijn mensen die voelen zich wat onbehagelijk om als vrouw zijnde hier alleen in dat grote complex te wonen. Nou, vandaar dat we dus de oplossing hebben bedacht om iemand te vragen of te zoeken, een vrijwilliger, die gewoon aanwezig is waar mensen bijvoorbeeld aanspraak mee hebben, eventueel bij als ze een geluidje hoort, een vreemd geluidje of iets zien, dat ze in ieder geval met z'n tweeën zijn. De lokale politiek is niet onverdeeld enthousiast over het aantrekken van vrijwilligers om bange verplegers bij te staan. Wanneer we de nacht met de ene vakman of vakvrouw en een vrijwilliger, is natuurlijk de vraag of dat voldoende is en of dat er vertrouwen is door de bewoners naar hun toe. Het is natuurlijk niet niks, het zijn grote luxe gebouwen. Dan moeten we wel goed weten waar we aan beginnen, als men daar aan wil gaan beginnen. Je maakt bepaalde keuzes, je hebt een bepaald budget, dat begrijp ik. Maar ik vind dat het altijd zo moet zijn dat de zorg voor de mensen het eerst komt. En als het over de nachtfuncties gaat, dan vind ik er altijd toch een bepaald risico aan zitten. Maar manager Vergouwen zegt dat hij liever betaalde kracht in de dag dan in de nachtdienst heeft. Het gaat niet om professionele kracht, het gaat niet om professionele werkzaamheden. Het gaat niet om overnemen van professionele werkzaamheden. Het gaat gewoon puur om aanwezig te zijn. Niet meer en niet minder. Voor verpleegkundige vakbond Nu 91 is één verzorgende op 140 bewoners in de nachtdienst geen probleem, zolang de achtervang maar goed geregeld is.